Wat ligt hier? Spinnenwebs? Lumbermail, damn. Ze heeft weer wat bedacht hoor, die furry. Dat is eigenlijk gewoon een furry. Zie je dat? Ze heeft een kattenpak aan. We hebben een furry. Kijk hoeveel pumpkins daar zijn. You cannot sprint low energy. Bro, doe normaal man. Ik heb energy voor 10, bro. Ik voel me echt Don de Jong of, hoe heet die gast? Royalistic. Met dat bro. Ik weet niet waarom, maar ik vind het soms wel grappig om te zeggen. Sorry jongens. Ik kijk het niet eens. Royalistic heb ik nooit gekeken. Maar Don zijn vlogs heb ik wel eens gekeken. Want hij had een nieuw huis gekocht en zo. En ik vond dat vet interessant, weet je. Ik vind dat leuk. Dingen kopen en inrichten, dat is gewoon leuk. Nee, het regent. Ik ben van suiker. Oh, wacht. Ik ging tools fixen, toch? Pickaxe. Ja, ik heb liever 2 granite nog. En ik heb ook nog hout nodig. Ik denk dat die axe voor chiller is. Maar zoals ik me herinner, volgens mij, dan gaan die dingen helemaal niet lang mee. Dus dat is zo. Oh, je kan ook een torch maken. Dat is lekker. Ja, ik weet niet wanneer ik naar die cave ga. Maar ik denk dat ik even ga wachten, zodat ik ook, zeg maar, wapens heb. En gewoon een klein voorraadje aan eten. En een huisje. En daarna ga ik wel op zoek naar wat rebellen. Want nu, ja, ik weet niet. Ik denk niet dat ik dat nu voor elkaar krijgt. Eerst even wapens, tools, en daarna zien we wel weer. Oh, chop down a tree with a forest axe. Dat was blijkbaar een quest. Nou, dan gaan we eerst die boom hier achter even slopen. Ik heb wat meer hout nodig. Kom maar, jongen. Hoppa. Oh, ik sla het verkeerde. Maakt het uit waar je slaat? Volgens mij niet. Gewoon ergens tegenaan. Chop, chop, chop. Ik chop die boom. Ik chop die boom. Oké, goed zo. Kijk, nu gaat hout snel, hoor. Ik vind het best snel gaan. Je hebt ook nog mais. Uiteindelijk moet ik gewoon zelf alles gaan planten of zo.